Goedemorgen. Ik zie dat de zaal vol is. Er zijn geen mensen bij die om gaan vallen tijdens de presentatie. Ik kan me voorstellen, want het wordt heel interessant. Is Maxime Burghout. Ik ken Maxime sinds begin jaren 90 of zo. Ergens ver weg in het verleden op de Universiteit Leiden. Maar tegenwoordig ben ik Maxime bij Red Hat en vandaag geeft u een presentatie over containers. Veel plezier! So, first things first. I usually do this stuff in English. Who does not speak English? Okay, dit gaat een beetje onwennig worden. meestal spreek ik in het Engels bij dit soort dingen. Dit wordt een noviteit. Mijn naam is Maxime Burghout, ik zal me zo meteen iets verder voorstellen. Wij gaan inderdaad heel lang terug, want ik heb een meesterstitel in de rechten. Dus dat is een beetje apart voor iemand die hier over technische dingen gaat praten. Kijk, ik ga vandaag, ik heb drie keer tijd, ik ga over de container development kit praten, wat een hele kleine versie van OpenShift is, waar ik heel makkelijk het development kan doen voor containerized applications. Ik ga daar hopelijk ongeveer een half uurtje over praten en vervolgens over een stukje van laten zien en een hele hoop vragen beantwoorden. Ik word het liefst onderbroken door vragen. Vragen stellen tijdens de presentatie is prima, dus op het moment dat er dingen zijn, er is een interruptiemicrofoon, zie ik meneer voorzitter, dat is allemaal mooi. Jullie zijn een beetje mijn guinea pigs. Dit is voor mij een nieuwe presentatie. Ik heb een vliegtuig uit Boston in elkaar gezet. Mijn jetlag weet niet meer in welke tijdzone ik zit op dit moment. Regelmatig naar de Verenigde Staten gelopen de afgelopen maand. Dus we gaan zien hoe dit gaat. Anyway, mijn naam is Maxime Burghout. Ik werk voor Red Hat als een solution architect. Dat zou je binnen een aantal andere organisaties waarschijnlijk iets als een pre-sales engineer noemen of iets in die richting. Ik ben een beetje een open source fanaat. In de tijd dat Koen en ik op de universiteit in contact hadden, werkte ik daar als studentassistent. En wat ik aan het vertellen over hoe GPL in elkaar zat en dat soort dingen. En dat was omdat het een echte studie was. Binnen Red Hat is mijn specialisatie is een stukje platform, dat betekent Linux en Satellite en Ansible en dat soort dingen. En een stukje cloud, dat noem ik als CloudForms en OpenShift. Dus het platformgedeelte brengt mij regelmatig in contact met containers. En het cloudgedeelte brengt mij regelmatig in contact met OpenShift en CDK. Nou, verder praat ik regelmatig op events zoals dit. Want we zijn een klein beetje fanaat in de open source business. En los daarvan, ik wil graag een stukje koken, rennen en gas whisky maken. Neem aan dat hier geen vragen over zijn, dat was redelijk steek voor. Dus. Ja? Ah ja, een container. Ja, een heel goed idee. Containerized app development met CDK. Wat gaan we doen vandaag? We gaan een stukje over containers praten. We gaan een stukje. Ik kan het meer over, dus dit mag. We gaan een stukje praten over hoe krijgen we een applicatie in een container, want dat is een beetje het hele hangijzer hier. Vervolgens gaan we een klein stukje praten over OpenShift. Want het praten over OpenShift maakt uitleggen van wat de container development kit is een stuk makkelijker. Dan gaan we over de container development kit zelf praten en vervolgens gaan we een klein demootje doen. Dus, allereerst containers. Dit kunnen we volgens mij heel kort houden, maar even raise hands. Wie is er niet hier aan de operations kant van het geheel bekend met het concept van een Linux container? Dat is no shaming, het mag. Ja, toch een paar mensen, oké, prima. Goed, containers zijn afhankelijk van wie je het vraagt, twee dingen. Als je het aan de infrastructuur mensen vraagt, wie is hier... En wie zou zichzelf, als je moet kiezen uit DevOps, wie zou zich Ops noemen hier? Ja, precies, dat is voor de record iedereen. Devs? Oké, handvol, bijna iedereen. Op het moment dat je het aan infrastructuur mensen vraagt, is een container vooral handig omdat het een soort packaging formaat is waarmee ik mijn operating system eigenlijk hermetisch afscheid van de applicatie. En dat frictievlak tussen de applicatie en mijn operating system zo klein mogelijk houdt. Want mijn developer kan vervolgens zorgen dat alles wat hij nodig heeft in zijn eigen containertje zit. En ik heb daar geen last meer van als operations mens. Vervolgens kan ik die containers kan ik allemaal heel makkelijk van elkaar scheiden. Want dan kan ik dingen als SE Linux omheen vouwen en cgroups. En dan kan ik ze van elkaar scheiden voor wat betreft security, voor wat betreft de resources die ze mogen gebruiken. En containers maken het dus mogelijk om één applicatie 10 keer op één server te draaien. Want ze zitten allemaal in containers, die kunnen elkaar niet in de weg zitten. Of ik kan zelfs meerdere versies van dezelfde applicatie draaien. Maar dat maakt dan niet zo uit.
Vanuit het perspectief van een developer wordt vaak de nadruk gelegd nog steeds op het, ik ben geïsoleerd van het operating system, dus ik kan lekker mijn eigen ding doen. Dat is ook best wel fijn van het perspectief van iemand die een applicatie moet gaan ontwikkelen. En het maakt het heel makkelijk voor mij om dingen als continuous integration te gaan doen. Want als ik de container helemaal gemaakt heb, en ik heb hem getest, heb ik alles wat die applicatie is in één pakketje gevat. En dat pakketje kan ik vervolgens heel makkelijk door een soort CI-straat of door een lifecycle environment straat heen halen. En dan kan het in productie draaien op dezelfde manier als het in development test heb. En vervolgens kan ik makkelijk van meerdere van die containers kan ik een composition doen van een applicatie. Dus ik kan meerdere containers gebruiken die met elkaar connecten en een applicatie bouwen uit Lego blokjes. Dat is het korte verhaal, ik heb geen tijd voor het lange verhaal. Als je kijkt waar die scheiding ongeveer ligt, dan zien jullie de operations mensen die houden zich bezig met de hardware, met het zorgen dat er een virtuele infrastructuur op draait als je dat wil, en in het geval van containers, en zorgen dat daar een operating system op draait, dat die containers enabled. Naar het development perspectief zorg ik dat ik een container aan het maken ben waarin mijn applicatie zit, alle dependencies die mijn applicatie nodig heeft. Dus stel dat je bijvoorbeeld een applicatie zou maken die draait op JBoss, ik noem maar wat, dan moet je zorgen dat JBoss erin zit, je moet je WAR-files deployen en zorgen dat alle dependencies die JBoss nodig heeft in dezelfde container zitten. Container is beter helder voor de mensen achter die hand opstaan, dus ben ik nog steeds oude dames bij. Helaas. Veel meer dan dat gaat vandaag niet worden. Ik ga zo even verder gaan. Oké, applicatie in containers schrijven. Waar we net een beetje over gehad hebben, op het moment dat ik een applicatie in een container kan gaan stoppen, maakt dat potentieel mijn leven als developer een stuk makkelijker, omdat ik het wrijvingsvlak tussen mijn applicatie en het operating system verklein. We hebben eigenlijk geen last van. Het maakt het makkelijker om samen te werken en applicaties te maken in zijn productie. Maar ik moet op een of andere manier mijn applicatie in die container krijgen. En dat is een klein beetje een beetje de manier waar niet de geleerden het allemaal over eens zijn, wat nou de beste manier is om dat te doen. Je kunt heel verschillende approaches voor gebruiken. Je kunt gaan Dockerfile schrijven en die Dockerfile dan mee in een commando zetten. Vervolgens dan spuugt dat een war uit en die stop ik in mijn container. Ik kan iets met Ansible container doen, wat op zich best wel cool is. Want het is niet een heleboel hele nare bash, maar het is een automation taal die jullie ongetwijfeld voor een groot gedeelte wel gebruiken. Hebben jullie gebruikt iemand Ansible? Ongeveer de helft, denk ik. Dus Ansible Container is een subproject van Ansible waarmee je door middel van Ansible Playbooks eigenlijk gewoon een container kan gaan maken. Wat netter is dan een hele hoop bash in het opgevaren, maar nog steeds op het moment dat ik een applicatie schrijf zelf, wil ik eigenlijk niet mijn hele build in Ansible commando's vatten. Dat maakt het eigenlijk alleen maar ingewikkeld. En ik kan ook die container starten en met Docker Shell inloggen op de dingen, vervolgens met Yum of met apt of wat dan ook allemaal dingen gaan installeren, maar dat is zo mogelijk nog erger. Dat wil jij ook niet. En bovendien, op het moment dat ik een developer ben en ik schrijf Java of Python of wat dan ook, ik wil helemaal geen Dockerfile onderhouden van een applicatie. Ik wil Java schrijven en hoe dat in die container komt, het zal me eigenlijk worst wezen. En als je daar nog even naar kijkt, als ik een developer ben, schrijft iemand wel eens, ik heb net ook gezien wie zou zichzelf devil, wie is echt ontwikkelaar van beroep, zeg maar. Wie is echt een Java, Python, noem eens wat? Python. Hoeveel andere mensen achterin? PHP. Oké. Op het moment dat ik heb wel eens wat development gedaan, ik ben geen developer van huis uit, maar op het moment dat ik met verschillende mensen aan een project ga coden, wil ik eigenlijk dat die code die ik schrijf, dat ik zelf eerst eventjes kan testen of dat wel doet wat het moet doen. Dat ik niet of master break, wat betekent dat ik niet naar huis mag voor het weer gefixt is, of dat ik een beetje de laughingstock van de company word omdat ik allemaal rare dingen aan het schrijven ben die ik eigenlijk niet blijf doen. Dus ik wil dingen testen en schrijven functioneel en qua integratietest op mijn eigen workstation. Dat zou best wel anders zijn als ik dat kan doen. En ik wil ook een development environment bouwen op mijn eigen workstation als het even kan. Dat lijkt op wat ik in productie heb, zodat ik er relatief zeker van kan zijn dat wat ik maak ook daadwerkelijk naar productie kan. Dat ik dat containertje bouw met alles erop en eraan, dat makkelijk naar productie rolt zonder dat het in productie uiteindelijk toch nog niet werkt. En ik had eigenlijk al mee naar huis nemen als Stef kwam. Thuiswerk. En bovendien, als ik het al mee naar huis neem, en ik ben een freelance developer, ik heb een Mac. Wie heeft een Mac? Ja, zie je, de helft. Dus ik wil het graag op een Mac kunnen doen. Wie draait op Windows? En daarom zeg ik ook niet to use Windows.
Er zijn er ook een paar, maar goed, je zal maar corporate developer zijn. De meeste mensen die voor een grote bank werken en die development doen, die krijgen gewoon een Windows laptop van de bank of van de overheid die dan ook. En heb je het daarmee te doen. Zou het toch prettig zijn, zit daar ook een mooi portable development environment in kan maken. En ik wil ook, soms als ik de dingen niet zo goed ken, wil ik wat met een UI kunnen doen. En soms als ik de dingen best wel goed ken, wil ik misschien een command line interface, misschien wat API calls kunnen doen om mijn builds te automatiseren. Ik wil integratie met mijn IDE, dat kan Eclipse zijn, wat dan ook. En het moet me eigenlijk niet zoveel uitmaken. Als op het moment dat ik naar Ruby of Python schrijf, is dit nu scheißegal. Ik moet gewoon code kunnen schrijven, committen en dat platform moet zorgen en dat het in de container komt. Dus eigenlijk wil ik dat die containers, dat ik wil de benefits ervan hebben. Ik wil mijn applicatie mooi kunnen packagen, ik wil dat mooi door een lifecycle straat kunnen laten rollen. Maar ik wil niet dat het me in de weg zit. Ik wil niet allerlei nare bashing, docfarm beschrijving bijhouden elke week. Ik wil de benefits, maar niet de burden. Enter OpenShift. Want ik moet OpenShift uitleggen om naar de container development kit te gaan. Wie kent OpenShift? Een kwart, denk ik. Nou, nog wat zendeling werk te verrichten. OpenShift is, we noemen het eigenlijk een beetje onze Kubernetes distributie binnen Red Hat. En het is opgebouwd uit Kubernetes, Docker, een hele hoop dingen daaromheen, dingen als Fabricate, kan Lustre een stukje in zitten, kan op Atomic Host draaien. En het is een bundeling van projecten en die rolt samen op iets wat we OpenShift Origin noemen. OpenShift Origin is een beetje zoals Fedora, iedereen kent Fedora neem ik aan. Mensen die geen Fedora kennen, nee, dat is maar. Dat gaat niet eens op wachten. OpenShift Origin is de community distributie van OpenShift. Die kun je gewoon downloaden van de website en kun je gaan draaien. En wat wij dan doen is nemen OpenShift. Eens is altijd snapshotten van hardware en halen alle security issues eruit. En dan maken we dan drie producten van. OpenShift Enterprise, wat je on-premise kunt draaien. OpenShift Dedicated, wat wij voor je in de cloud draaien. Of OpenShift Online, wat je in de cloud gedraaid krijgt. En dan kun je dat delen met andere mensen, zoals je kernkracht en dedicated access. OpenShift is een platform as a service gebaseerd op Docker en Kubernetes, waarbij je je applicatie kunt gaan draaien. Wat een hele hoop van die dingen die ik net noemde eigenlijk uit de weg gaat. Dus het zorgt ervoor dat je builds automatisch plaatsvinden. Het zorgt ervoor dat de deployments naar productie automatisch plaatsvinden volgens bepaalde stramines die je zelf kunt instellen. Dus het biedt een hele hoop functionaliteiten daarbinnen. OpenShift biedt een self-service portal waarbij je als developer kunt zeggen ik wil nu een Python applicatie gaan schrijven. Je kunt Python, Ruby, Node.js, .NET. Noem maar een taal je kunt doen. Er zijn mensen, this is no joke, die doen COBOL op OpenShift. Ja, voor fun. Er zit een hele hoop automation in van je build. Je kunt er build pipelines in maken. Je kunt er samen in werken met andere mensen omdat het aan een beetje gekoppeld wordt. Volledig standaard gebaseerd, want Kubernetes, wat een beetje de winnende partij lijkt te zijn binnen de strijd om de container orchestration engine. Dit wordt echt op hele grote schaal gedeployed. We hebben een. Laatst een Duitse klant die hier iets over vertelde op Red Hat Summit. Is iemand op Red Hat Summit geweest? Ben ik de enige? Iemand op OSTAC Summit geweest vorige week? Niemand. Oké. Dit wordt echt op heel veel schaal ingezet. Je kunt hier clusters van maken van duizenden nodes. En volledig open source en een beetje enterprise rate. Dit was het marketingstuk. Zal ik er nou niet meer over praten? Dit is complex plaatje. En ik moet een klein beetje uitleggen hoe dit in elkaar zit, want zometeen kunnen we namelijk heel makkelijk de stap hiervan maken naar wat CPU. Dit is een grote architectuurplaat van OpenShift. Waarbij we zeggen, je kunt het OpenShift draaien op wat voor platform je wil, of dat nou fysiek, virtueel, private cloud, public cloud, alle twee is allemaal prima. En daar draai je nodes op. Die nodes draaien in dit geval wel, maar als je OpenShift Origin gebruikt, dan zou het waarschijnlijk CentOS moeten dergelijke zijn. En die CentOS, of die helft die CentOS nodes, dat zijn de plekken waar de container instances draaien en daar levert je applicatie. Die containers die leven in iets wat we noemen een pod. Een pod is een Kubernetes object waarin één of meerdere containers georgestreerd worden. Er zit een wrappertje om de container heen om het mogelijk te maken om bijvoorbeeld storage aan een pod te koppelen. Zodat als die container doodgaat, komt er een nieuwe container in die pod, heeft hij dezelfde storage als moest hebben. Vervolgens is er een aantal machines binnen zo'n OpenShift cluster, dus de master. De master zorgt voor dingen als de toegang tot de API, zorgt ervoor dat er authenticatie kan plaatsvinden voor gebruikers die hier op willen gaan werken. Zorgt dat er de data over de configuratie van het hele cluster vastgelegd wordt en gedistribueerd wordt over het hele cluster. Er zit een scheduler in, Kubernetes, die op het moment dat er nieuwe containers uitgekoppeld moeten worden, uit een registry, dat is een repository van container images. De containers haalt en ze deployt op je verschillende nodes.
En er zit een monitoring in voor de health van al je containers, omdat die dingen stuk gaan, wordt een nieuwe container gestart. En we kunnen het ook zo instellen dat op het moment dat een aantal van die containers te druk worden, dat er automatisch nieuwe containers bijgeschaald worden, zodat je makkelijker je loadcup, je performance kunt opschalen. Vervolgens is er iets dat we noemen een service layer. De service layer zorgt ervoor dat containers met elkaar kunnen praten, dat is een soort service discovery, interne DNS, waardoor die container bijvoorbeeld met die container kan praten. En er zit een stukje in persistent storage, waarmee OpenShift ook de mogelijkheid heeft om stateful applicaties te krijgen. Op het moment dat je oude monolithische stateful applicaties hebt, dat is best, bring them on, stop ze in de container, stop de persistent storage aan en er helemaal niks aan de hand kunnen gaan doen. Vervolgens wil je applicaties waarschijnlijk, of een aantal van je pods, containers, die wil je exposen naar de buitenwereld. Dat is door middel van een routing layer. Een routing layer is eigenlijk een HFProxy instance, waarbij er een hostname naar buiten exposed wordt. En daar kun je vanuit buiten dan naartoe connecten. Dat wordt dan binnen geroepeerd naar bijvoorbeeld deze Tomcat container of iets dergelijks. Of van een set van de Tomcat containers en geloof dat. Op die manier kun je applicatie bereiken. Dus als dat geen route heeft, dan kun je hierbij van de buiten. Nou, er zit dan natuurlijk nog een interface naar buiten toe in. Een hele hoop operations mensen hier, die kunnen in principe gewoon met hun bestaande tooling OpenShift beheren. Dat zou bijvoorbeeld met dingen als Ansible zijn. Dat wordt gedeployed met Ansible. Het is in principe gewoon RHEL wat eronder zit, dus het is de standaard tooling die we waarschijnlijk allemaal wel gewend zijn. En als je een developer bent, dan heb je je IDE en je hebt Git. En ik ben mijn applicatie aan het schrijven, ik commit naar Git. OpenShift ziet dat er een commit gebeurt op mijn Git repository en start automatisch een nieuwe build van die applicatie. Dus OpenShift zorgt ook voor de build. Er zit iets in wat heet Source to Image. Ik heb daar zo meteen een slide van. Waarbij eigenlijk een stuk code genomen wordt uit Git met een, laten we zeggen wat Python code is. We nemen Python code uit Git. We nemen daarbij een Python container image. Die mergen we samen en zorgen dat die Python code gebuild wordt op dat container image. Het container image gaat terug registreren en op die manier kan het gedeployed worden op je cluster. Nou, de vraag voor jullie nu is, waar blijft je container development kit nou? Nou, dit is een ding waarbij je toch gauw nodig of 6 aan computercapaciteit inzet en dan minstens 2 of 3 masters, omdat je dat natuurlijk high available uitgevoerd wil hebben. De truc van de container development kit is, dit is de container development kit. OpenShift is het, container development kit is namelijk gewoon een single node instance, heel klein, heel simpel te deployen van OpenShift op je lokale laptop. Dus op het moment dat je zegt, ik ga hier mijn applicaties in schrijven, ik wil mijn applicaties schrijven in Python en dan vervolgens draaien op mijn eigen OpenShift instance of OpenShift Origin of op OpenShift Online of wat dan ook. Container Development Kit is de plek waarop je development doet op je laptop. Ik kan daar build doen, ik kan daar de test doen, ik kan er zo nog even doorheen lopen. En vervolgens op het moment dat ik klaar ben met alles te testen en te verifiëren of dit doet wat het moet en ik niet uitgelachen word door mijn collega's om slechte code of wat dan ook, commit ik het naar master en daar pak de grote OpenShift instance van mijn bedrijf het op. En die build het en die kan het via een AB of een Blue Green deployment of wat dan ook in productie brengen. Dus de container development kit is een hele kleine instance van OpenShift. En dat doet alles wat OpenShift doet. Er zit source to image in waarbij je dus die builds krijgt. Er zitten pipelines in als je dat wil, waarbij je dus een Jenkins instances kunt gaan draaien in OpenShift. Waarbij je al je unit tests kunt gaan doen en op een gegeven moment een knopje hebt waarop je kunt drukken en nu mag het naar productie. Het hele service discovery stuk zit erin, performance monitoring als je dat wil. Je kunt applicatie templates schrijven voor OpenShift en dat zijn eigenlijk dezelfde als voor Kubernetes, hè, want OpenShift is Kubernetes distributie. Die applicatie templates kun je ook weer gewoon delen, dat zijn gewoon YAML files en tekst die je kunt delen met je collega's en vervolgens kunt uploaden in je eigen development kit. Je kunt op het moment dat je dit gebruikt ook kijken van als ik dit nou geschreven heb op deze manier, ik zit in één container, kan ik dat dan opschalen en werkt dat netjes? Als ik het wil gaan upgraden naar de volgende versie, werkt dat netjes? En ik kan die applicatie opbouwen uit verschillende containers. Het wordt automatisch aan elkaar gelinkt. Zoals ik al zei, het is volledig polyglot. Elke taal die je kunt voorstellen is ongeveer kun je draaien. Hangt in die clips, heeft een UI, CLI, API. In principe is het precies hetzelfde als OpenShift. Alleen dit draait op elk platform dat je kunt gebruiken voor je workstations ongeveer. Tenzij je FreeBSD, OpenBSD en dat soort dingen gebruikt. Takers, zijn die takers? Ja? Oké, okay, één man. Nee. Ik denk dat we zijn redelijk veilig. En op het moment dat je een... Maar dat je een Windows laptop hebt, geen probleem, we hebben een Windows binary voor. Als je een Mac laptop hebt, we hebben een, weet ik niet, DMG? Ik ben er niet zo thuis. We hebben in ieder geval zo'n Mac binary hiervoor. En vervolgens kun je de CDK draaien op
ik zal zo meteen laten zien op een laptopje en dat gaat ook prima. Heel even over dat source-to-image verhaal, want dit is voor de mensen die developer doen ook wel interessant om hier even heel kort bij stil te staan. Als een developer code schrijft, dan commit hij dat naar Git. Iedereen kent Git, weet hoe dat ongeveer werkt? Mensen die Git gebruikt, zeggen die? Nee? Oké. Okay. Het is iets als 7js, maar dan beter. Normaal gesproken, wat je in Git doet, is je bent aan het coden vaak in je eigen branch. Je kunt dus de CDK laten kijken naar je eigen branch van Git. Daar moet je builds doen voor je lokale testen. Op het moment dat het goed is, merge je of je spoelt een pull request of wat dan ook naar de master branch waar je met je collega's in samenwerkt. En wat er vervolgens gebeurt is dat OpenShift, je kunt een webhook inbouwen waarbij je een automatische build getriggerd krijgt in OpenShift op het moment dat er een commit gedaan wordt of een push gedaan wordt. Dat werkt op dit moment met GitHub. En in de volgende versie van OpenShift zullen we zien dat ook met Bitbucket en GitLab en al dat soort dingen lokaal gaat werken. OpenShift weet dat jouw applicatie een Python-applicatie is, of een PHP-applicatie, of een Ruby-applicatie, of wat dan ook. En weet dat daar het juiste container-image bij wordt. Dus je trekt het juiste container-image uit de lokale registry en start een build. Die build is in het geval van Python, dus een byte-compilation stukje. Ik denk dat dat voor Ruby en PHP is waarschijnlijk nog minder wat er nodig is. Zet de bestanden op de juiste plaats en pusht dat image terug in de registry, zodat alle nodes binnen jouw cluster dat ding eruit kunnen trekken. En op die manier kun je opschalen. Vraag dan. Dit is dus vooral dat als de developers dus nieuwe code maken, dan de image klopt. Ja. Maar wat als wij als consumenten heel graag willen dat je die nieuwe versie van OpenShift zelf gebruikt? Ja, goede vraag. De vraag is, dit is gericht op development, development workflow. Hoe zorgen wij er als OpsMensen nou voor dat de laatste versie van bijvoorbeeld OpenSSL hierin gebruikt? Dat is de vraag, hè? Goed punt. Dat hangt er een beetje vanaf. Je kunt, laat ik bij het begin beginnen. Container images, de basis image waar die build op basis waarvan die build gebeurt, die kun je ergens vandaan halen. Die maak je of zelf, of je trekt hem uit de Red Hat registry, of je haalt hem van Docker Hub of iets dergelijks. Op het moment dat je ervan overtuigd bent dat die mensen op Docker Hub dat ding goed onderhouden, kun je in principe dat ding gewoon elke maand een scriptje naar binnen trekken en dan wordt de volgende build op basis, de volgende build binnen zo'n source image verhaal wordt gedaan op basis van een nieuwe image. Je kunt hem ook zo instellen dat op het moment dat er een nieuwe image beschikbaar is, dat noem je een image stream, daar houdt ook de image stream bij naast de commits op Git, dat er een nieuwe image beschikbaar wordt, dat er een nieuwe build getriggerd wordt. Nou, we hebben een Red Hat registry waar we ook images aanbieden op basis van RHEL 7. En daar geven we ook een soort rating bij. Dit ding is zo oud en er zijn wel of geen known vulnerabilities in, zodat je ook kunt bijhouden hoe gezond die dingen zijn. Maar op het moment dat je die koppelt aan OpenShift, wordt om elke keer dat wij een nieuwe build van de Python builder of iets dergelijks aanbieden, wordt er een nieuwe build gestart. En die gaat gewoon dezelfde pipeline door, zodat je er zeker van kunt zijn dat de laatste patches toegepast zijn. Op het moment dat je nou helemaal je eigen container-images onderhoudt, werkt het nog steeds in principe hetzelfde, alleen dan moet je het zelf doen. Was hem dat? Nog meer vragen? Als je die container-images die je van bijvoorbeeld een GitHub binnentrekt, hou je die dan zelf ook bij in een soort version controlled? Want ik kan me voorstellen dat als een dev onder water zijn een library wijzigt, dat hij dus een probleem gaat krijgen en dan moet hij. Op zijn versie werkt het, maar in de build werkt het niet. Was dit dan het probleem? Sorry, kun je even één keer houden? Ik geloof dat ik een klein beetje. Nou, ik vermag dat die files waar de container images op gebaseerd worden, die bijvoorbeeld van GitHub halen, worden die automatisch geversioned in dit systeem. Je bedoelt de file op basis van een echte container image gemaakt wordt? Ja. Ja, dat is iets wat je zelf zou moeten doen. Normaal gesproken koppelen we dit ding aan een registry. En in dat registry leven niet de files op basis van die container gemaakt wordt, de container image, maar de container image zelf. Dus op het moment dat je dit ding koppelt aan registry.access.redhat.com en je gebruikt de Python images die daarop staan, dan gaat het in principe is het automatisch constant op dat nieuwe image. En je gaat er in principe vanuit dat die image hetgeen die is op basis van je applicatie gebouwd wordt. En op het moment dat er extra dingen nodig zijn van pip of van PyPy of iets dergelijks, dat je een requirements.txt in je Git repository zet op basis waarvan de nieuwe Python libraries naar binnen gehaald worden. Dus echt apart dingen yum installen op dat image, dat gebeurt eigenlijk in deze context niet. Dat is iets wat je in je basis image moet doen en dat is die meneer die naast je stond, dat is dan eigenlijk wat hij zou moeten doen.
Hij moet dan een nieuwe basisimage voor maken, maar in principe gebruik je de images die meegeleverd worden. En dat zijn dus niet Dockerfiles of iets dergelijks, maar echt images zelf. Beantwoord dat de vraag? Min of meer? Moeten we zo even verder praten? Nog meer? Nieuw? Oké, gaan we verder. Dit is wat ik had. Oké. Nou, dit is wat ik zou in het klein OpenShift. De CDK is OpenShift in het klein. Het komt ook van een project dat heet MiniShift, hoe origineel. Het is een single binary die je van developers.reddit.com kunt downloaden. Het is één dingetje, bieden ze wat ik al zei aan voor Linux, voor Mac en voor Windows. Support voor KVM op Linux, de default. Support voor Xhive op Mac. Ik weet niet of dat standaard geïnstalleerd wordt op een Mac, weten jullie dat? Ik heb geen idee. En voor Hyper-V op Windows. En op het moment dat je dat nou niet hebt, om een of andere reden, wordt ook een VirtualBox op alle drie die platformen gesupport. Dus je downloadt die binary, ik zal het zo meteen laten zien. Je start die binary. Tijdens het starten, het eerste starten van die binary, wordt er een kleine image gedownload op basis waarvan we zo meteen bij. Op basis waarvan we OpenShift gaan starten, dat is in de development versie dat een heel klein boot to docker dingetje. En ik vermoed dat als we dit zo meteen gaan uitbrengen, CDK 3 for real, dat dat een RHEL gebaseerd image wordt. We starten van dat image en we downloaden vervolgens een aantal containers om OpenShift in te draaien. Zo simpel is het. Het gebruikt nip.io, kennen jullie dat? Nip.io is een speciaal DNS suffix. Maar op basis waarvan je eigenlijk hostnames in elkaar kunt knutselen die altijd en overal werken. En die hostname hoeft niet te bestaan, dat ding geeft gewoon een IP-adres. Ik zal zo meteen laten zien hoe dit werkt. Dat is heel geestig. Op dit moment is er beschikbaar MiniShift. Dat is de upstream, eigenlijk de community versie van de CDK. En binnen een week of wat verwacht ik dat we een officiële versie van de CDK 3 zullen hebben die gebaseerd is op deze tooling. Wat er op dit moment aan CDK is, op developers.reddit.com, is gebaseerd op Vagrant. Dat is net iets anders. Graag. Als binary wordt het uitgeleverd? Ja. Maar ergens anders vast en wel juist een source te vinden. GitHub. Oké, dankjewel. Ja. Jullie kennen Red Hat ongetwijfeld. Er is in principe niets wat wij doen wat niet op GitHub of op een andere repository staat wat wij een product hebben. Alles is open source. Tower, ja, Tower komt er aan. Ik wil niet weten hoe vaak je vraag krijgt. Goed. Laten we het gaan proberen. Half uurtje. Ja, gaat heel goed. Oké. Dit te gaan laten zien, maar het is ook misschien ook wel illustratief. Er zijn twee dingen, er is één ding wat je moet doen als een soort prereq om MiniShift te kunnen draaien op een machine met KVM. En dat is een hele simpele binary downloaden die zorgt dat er een bepaalde connectie kan bestaan tussen deze virtual machine en Docker. Dat ding heet Docker Machine Driver KVM. Het enige wat je doet, dit is waarschijnlijk slecht leesbaar, is dat ding downloaden, maar ergens neergooien in je pad. En hem CH-model executable maken, dat is eigenlijk het enige wat je hoeft te doen om de prerequisites te vervullen. Vervolgens gaan we dat ding installeren. Installeren is in principe net zo simpel. We kunnen hem van GitHub aftrekken als een binary. Ik kan hem in theorie ook zelf beelden, maar ik download hem. Ik ga eigenlijk nog leuke dingen niet zien, want dit is even de illustratie dat het heel makkelijk is. Ik download hem, ik extract hem en ik CH-model. Dat is in principe de hele installatieprocedure van MiniShift. In alle eerlijkheid, ik heb. Wanneer zal ik voor het laatst Windows gebruikt hebben? Nou, ik werkte op de universiteit, dus dat is nog een jaar of 15 terug. Ik heb dit nog niet op Windows geprobeerd. Maar ik vermoed dat het ongeveer dezelfde procedure is. En Windows heeft niet eens een CH-model, dus dat moet helemaal makkelijk zijn. Ja, precies. Ik heb de binary uitgepakt en vervolgens start ik mijn MiniShift instance. En dat enige wat ik daarvoor doe, is die MiniShift start. Ik heb hem in mijn pad gegooid. Er wordt nu een lokaal OpenShift cluster gestart in een klein VM'tje met KVM Hypervisor. Ik had het hiervoor al een keer eerder gedaan, want anders had je gezien dat er nu een ISO'tje gedownload werd op de achtergrond.
Dit hele ding duurt, het hele filmpje duurt geloof ik 4 minuten, dus ik ga het niet helemaal laten zien. En dat komt omdat er 2 minuten ergens tussenin zit waardoor je bij die op het netwerk wacht. Probably iets wat ik verkeerd gedaan heb. We zullen hier een klein sprontje in maken. Zo. Maar het is wel fijn dat dit op de andere. Zo ziet de VM is hier gestart. Vervolgens worden er wat Docker images gedownload waar de daadwerkelijke OpenShift componenten in wonen. Zo. Ik ga een beetje vooruit spoelen. Zo. Er wordt zoals je ziet ook storage gemount. Vanaf dit punt is alles automatisch. Er een lokaal IP toegewezen wordt. De initiële OpenShift configuratie wordt erin gepompt samen met een aantal applicatie templates die je kunt gaan gebruiken. Dat zijn voor mini-shift dingen als Ruby, Node, Postgres, MySQL, Django, Rails, PHP, bedenk ik maar. In de CDK-straks zitten ook dingen als JBoss en dat soort dingen. En daar moet je een username password invoeren omdat JBoss iets is wat je krijgt met een developer subscriptie vanuit Redder. Die is ook wel Wildfly en ik zit dat wel proberen. Dat is de community versie van dit. Dit duurt dus op tijd. Ik heb hier waarschijnlijk iets niet helemaal goed gedaan, container networking verhaal. Bla bla bla. Ik kom hier aan het einde en dan zeg ik hier klaar. En dan geeft hij me een URL en een username en een password. En dan kan ik erin loggen. En dat is eigenlijk het hele setup procedure. Nou, ik moet even of we dit kunnen zien. Dit lees maar. De kleur na. Ja? Alle kleurtjes. Ik vraag waar je draai hoor. Beter? Ja, nu hoor. Nee. Nee. Meer de rood van de pot bedoel ik. Minder rood. Ah, hij is wel leesbaar. Dat is beter. Goed. OpenShift heeft een webinterface. Die zal ik jullie zo meteen laten zien. Het heeft een command line interface. Die command line interface werkt met een binary, die noemen we OC. Nou, zou ik zeggen, moet die binary ergens vandaan halen, maar dat valt op zich wel mee, want die binary die kan ik gewoon in mijn pad laten stoppen door minishift-commando. Als ik dit uitvoer, dan wordt er een. Ik zal het even het output van dit ding laten zien. Hier rolt een exporter. Dit wordt in mijn pad gezet. Op basis hiervan kan ik nu mijn OC-binary vinden en kan ik dus met de command line OpenShift / container development kit bedienen. Wat jullie hier zien is zo'n nip.io-URL. Wat in principe gedaan wordt, is je krijgt een OpenShift weet dat het IP-adres van mijn server is 192.168.42.18. Het DNS-suffix is nip.io. Alles wat hiervoor staat, maakt niet uit, maar maakt van mijn applicatie uit. Dus mijn HA-proxy-instance weet dat als dit ervoor staat, dat die moet roteren naar een bepaald aantal containers. Maar nip.io zal op basis van dit stukje altijd dat IP-adres teruggeven. En op die manier kan ik makkelijk doen alsof ik DNS heb, zonder dat ik daadwerkelijk DNS heb. Dit was het. Er zijn wat meer varianten van op de markt, maar nip.io is wat in OpenShift en de CDK elkaar. Nou, laten we eens wat dingen proberen. Hier. Nou, ik ben ook helemaal lui, ik weet niet waar mijn IP-adres is. Dus. Dit had ik al eerder aangemaakt, voor als het al een stuk gaat zo meteen, dan heb ik vast iets wat ik kan laten zien, je weet het nooit. Nou, laten we de ding eens nluug. Voorjaarsconferentie 2017, dat is mijn naam van een project waar ik code voor wil gaan schrijven. We noemen dat gezellig samen met Koen. En waar zijn we hier? Punk. Zo. Nou, op deze manier maak ik een project aan waarbinnen ik containers kan aanmaken zo meteen. Dat is alles. Nu heb ik een project gemaakt en nu kan ik aan de hand van wat ik in mijn UI aangeef, en dat is allemaal draait allemaal lokaal op mijn laptopje, ben ik een applicatie bij elkaar gaan klikken. Ik kan zeggen, je inzoomen bij het jouw? Ja, sure. Beter? Okay. Ik kan zeggen, ik wil graag een applicatie beschrijven in Node, of in Perl, alsof je dat zou willen, in Ruby, in Python, in PHP. Ik kan allerlei dingen doen. Ik kan hier wat continuous integration bij doen, dus ik kan er ook Jenkins in betrekken en een build pipeline maken. Ik kan hier databases achter stoppen voor mijn development systeem. Je kunt ook een externe database gebruiken, overigens. Het is een kwestie van een soort netroute invoeren die wijst naar het database, dat werkt ook prima. Op deze manier kan ik een applicatie gaan builden. Ik kan ook, als ik dat wil,
gewoon images ergens vandaan trekken als ik van jullie iemand wil hebben. Ik heb iets in een ander registry staan, ik heb Artifactory of staan, dat vond ik prima. Kan ook, doe een image stream, haal het vanuit je Artifactory ding. Weet van Docker uphalen, werkt ook. En ik kan ook een applicatie die ik eventueel in YAML geëxporteerd heb op een andere OpenShift instance hier importeren en kan ik daarmee aan de gang. Dus als je samen met je collega's werkt aan een grote applicatie, export, hier in import, en ik kan verder aan die applicatie bouwen op mijn lokale systeem. Nou, gaan we dit natuurlijk, het volgende stapje gaan we niet met de UI doen, gaan we even de command line interface doen om te laten zien hoe dat in elkaar zit. Nou, ik kan zeggen OC New App, dat betekent ik wil graag aan een nieuwe set containers gaan werken. En die is gebaseerd op een bepaald template. Die template heet Django PostgreSQL Persistent. Met andere woorden, ik ga een Django applicatie schrijven. Iedereen weet wat Django is? Ja? Mensen die geen idee hebben wat ik nu ga doen? Ja. Oké. Okay. Django is een Python framework om webapplicaties te schrijven. Een beetje vergelijkbaar met Ruby on Rails, cake PHP. Een beetje hetzelfde idee. Perl zou ongetwijfeld ook zoiets hebben. En op basis daarvan kan ik een webapplicatie schrijven. Die webapplicatie gaat tegen een Postgres container praten voor zijn persistent storage. En die Postgres container is persistent. Je kan ook een Postgres ephemeral doen. En dan is alles elke keer dat ding starts weg. Dus dat is een beetje wat je wil, wat handig is voor je development. Ik ga hier een volume aanhangen van 100 gig. Heb ik 100 gig in deze VM hangen? Nee. Dus het is allemaal thin provisioned. Ik ga verwijzen naar een source code repository op Git. Het kan natuurlijk prima in je lokale datacenter zijn of wat, maar het maakt op zich niet uit. Het is gewoon een Git, een URL naar een Git repository. Deze container gaan we demo en nu noemen. En we gaan hem verwijzen naar een bepaalde branch in mijn Git repository, namelijk nlu 2017. Dan ga ik eerst even kijken of ik naar het juiste project zit. Ik zit nu in het fallback demo project, dat is dus niet goed. Wat heb ik nu genoemd? Ik weet dat ik nlu Forex Conference 2017 genoemd. Ik switch even voor een project, anders ga ik de containers aanmaken op de verkeerde plek. Deze container, dit project is leeg zoals jullie kunnen zien, er stond er niks in. No services, no deployment configs, no field configs. En die gaan we nu aanmaken. Dat is even een nieuwe app starten. Ik moet natuurlijk wel van, Er zat ergens een control setje in het logo. Dat geeft niet. Dan wordt het gewoon even onderweg. Ik heb geen zin om het onderweg te poetsen, maar het wordt onderweg. Dus zal ik samen het onderweg weg. Jammer kan. Dat is niet wat ik zeg. 5 minuten. Gaan we redden. Zo kan ik. Goed. Nou, ik weet het eigenlijk, maar ik ga het nog een keertje proberen, maar alleen. Ja, ik kan het setje er even uithalen. Had ik een nieuw project genoemd, geloof ik. Ja, staat dus goed, is leeg. Dan moet ik die er even uithalen, dus gaat het niks worden. Zo. Dat is goed. Nou, ik moet zeggen wat het staat dus. Zonder dat er nu dingen aan het gebeuren zijn. Als ik nu terug ga naar OpenShift, zie je dat er opeens in mijn project allemaal dingen zijn gebeurd. Je ziet dat hier een Postgres container is die al draait. Dat kun je zien in het feit dat er een donkerblauw kringeltje omheen zit. Dat geeft aan dat hij succesvol gestart is. Het draait op dit moment hier bovenin een build. Demo Henry, ik kan even naar kijken wat hier aan de hand is. Ik kan hier de logs van zien. Ik zit hier van alles aan het downloaden. Zeg ik echt nog maar 5 minuten? Ja, op dit moment gebeurt hier een build op de achtergrond. 7 hele dingen. De build is al klaar. De containers worden nu teruggepusht naar de registry. Op het moment dat die push klaar is, wordt die gedeployed en kan ik mijn applicatie gaan testen. Dat is eigenlijk het. Vragen hierover? Oké. Dan kan ik denk ik 2 dingen doen. Ik kan laten zien hoe ik door middel van een bepaald commando hier code in kan pushen zonder die hele build opnieuw te doen. Dus ik kan bijvoorbeeld een template in Django kan aanpassen, een file kan aanpassen als er ergens een syntax error in zit. Voordat ik heb gecommitted die hele build opnieuw start. Ik kan ook teruggaan naar mijn slides en even vertellen wat ik wil doen. Dus misschien ga ik dat dan even doen. Nou, op dit moment draait hij. Op het moment dat ik hier nu op klik, kom ik terecht op een Django landingspagina. Dat is alles wat ik hiervoor doe. Dat is relatief simpel. Even kijken, laten we even teruggaan naar deze.
Ik ga het over de tijd al praten. Kom. Demo's hebben we gedaan. Er is een commando heet OCR-sync. Dan zal ik gewoon even vertellen waarbij je zegt, ik heb nu een Python-file aangepast. Ik krijg OCR-sync, push het naar een van die bots toe en daar zie ik meteen dat mijn code veranderd is. Op het moment dat dat goed is, kan ik committen en naar git pushen en dan gebeurt dat daadwerkelijk op build pas. Dan kan ik mijn development-proces nog iets versnellen. Deze vind ik wel erg leuk, dit wil ik even vertellen. Want op het moment dat we het over development hebben, we hebben het over OpenShift en over de container development kit en dat soort dingen. Vorige week toen ik in Boston was, hebben we iets aangekondigd waar ik nog nooit van gehoord had, maar dat was best wel stoer eigenlijk. OpenShift.io is een compleet web-based IDE op OpenShift Online, waarmee je in Eclipse J, ik weet niet of jullie dat kennen, Eclipse J, dat is een web-based versie van Eclipse, complete development kunt gaan doen, compleet met quick starts voor al je projects en het snelle bouwen van pipelines en dat soort dingen. Gebruik Fabricate en Eclipse J compleet open source en je kunt dit straks ook gaan draaien in je eigen datacenter op het moment dat dit helemaal klaar is. Op dit moment is het in de preview mode. Daar wil ik even een paar dingen van laten zien, want ik was jezelf nogal van onder de indruk van toen ik dit zag. Zit nog een beetje zichtbaar achterin? Ik kan dit helaas niet heel veel verder inzoomen, maar dit lijkt heel erg op Eclipse, compleet met code highlighting en introspection en terminal access en allerlei shell commanders en applicaties debug. Dit draait in een webbrowser. Dus dat is best wel grappig. En dat heeft ook een planboard bij zich, met je team samen kunt gaan werken en elkaar taken kunt gaan toewijzen en taken kunt gaan tracken tijdens development. Op het moment dat ik een project start binnen OpenShift.io, dan zegt hij ook, wil je daar een development pipeline bij? En dan zegt hij, ja, doe maar een development pipeline met een punt waarop ik toestemming moet gaan geven of iets in productie kan. Dan spuugt hij dat uit en dan krijg je op het moment dat je al die pipeline stapjes gedaan zijn, krijg je er eentje bij waarin staat input required. Dan moet je even inloggen en een knopje drukken en dan pas gaat je applicatie naar productie. Dus dat is allemaal uit de box. Compleet ook met analyse van allerlei software licenties, wat toch af en toe belangrijk is vanuit juridisch perspectief. Code metrics en wat ik allemaal. Wat erg grappig om even te showen. En dat kun je naar OpenShift.io kun je opgeven. Je moet op dit moment op een wachtlijst. Ik geloof dat er echt heel veel mensen die hier naar willen kijken. Je moet even op een wachtlijst, maar dan kun je hier mee gaan spelen. En op het moment dat je denkt van nou, dit is best wel cool, ik wil hier best wel een keertje met die CDK spelen en dan kan ik daar wat mee en wellicht is dat wel grappig. Maar als ik dan iets gemaakt heb, wil ik het ook ergens kunnen draaien en ik wil niet een hele OpenShift cluster opbouwen. OpenShift.com kun je creditcard instoppen, krijg je productie quality OpenShift. Dat is ook vorige week gelist. Dus, en dat is gebaseerd op dezelfde code als CDK, alleen dan iets groter. Wat ik net al zei, als je Minishift gebruikt, dus de upstream van de CDK, dan kun je gewoon naar GitHub gaan, ding downloaden, kunt in de gang OpenShift Origin. Ik verwacht binnen een aantal weken dat we versie 3 van de officiële CDK uitbrengen. Dat is dan op basis van OpenShift Enterprise, compleet met alle JBoss en rel dingen daaromheen met support. Daar heb je alleen een username en password voor nodig om ding te registreren op de custom portal. Maar als je naar developers.redhead.com gaat, krijg je gratis rel subscripties en dat soort dingen als developer. En dan kun je ook dit mee gebruiken. Kennen jullie developers.redhead.com als van woord? Een paar mensen. Dus ik ben bezig met een RACE of een RACSA, of ik ben al RACA, maar ik wil nog een aantal van die certificates of expertise erbij doen. Developers.redhead.com krijg je gratis rel en al dat soort. Dus misschien wel aardig om een keertje rond te kijken, want dan kun je ermee hobbyen. Ik heb het een beetje niet gekort, ik heb nu nog 3 minuten over. Dus ik moet nog 3 minuten van mijn tijd vullen met vragen. En ik weet niet, als jullie mij wel eens eerder hebben zien spreken, ik heb altijd goodies bij me om vragen uit te roepen. Dus, Zou je eerder een sheet tevoorschijn willen halen over waar alles bij elkaar komt? En dit is de build en daar gaat het naar de registry. Dat is. Ik denk nadat je. Goed man. Even kijken, deze vind ik goed. Ja, dat is die. Ja. Het pijltje van de build. Ik wist ergens dat er nog iets terug gaat naar de registry. Ja, goed punt. Ik moet er een pijltje bij zetten. je hebt hem net terug zien gaan. Toen die build liep met een pushing to registry op 10%, 20%. Dat is precies wat daar gebeurt. Oké. Prima, dank je. En op het moment dat je, omdat denk ik niet dat dat geëxposed wordt in de CDK, maar op het moment dat je OpenShift er maar full flash draait, dan kun je ook je registry ook inloggen en dan kun je ook management doen van de images die al gepusht zijn. Dus je kunt dat ook allemaal zien en auditen en zien welke packages erin zitten of er CVE's en dat soort dingen. Voor de flashlight. Hoe zit het met monitoring voor de
node machines van zich. De pods worden gemonitord, neem ik aan, vanuit OpenShift, maar de nodes onderliggend. Bij OpenShift krijg je CloudForms. Kennen jullie CloudForms? Zegt iemand wat? CloudForms is een cloud management product waarmee je op allerlei virtualisatieproducten al je VM's kunt monitoren en je kunt clouds mee monitoren en dat soort dingen. En dat monitort ook OpenShift. Monitoring van CloudForms is niet altijd real-time. Dus je kunt niet real-time zien wat er in een Windows VM op Amazon gebeurt. Maar voor OpenShift is dat een ander verhaal. Dus voor OpenShift kun je vrij direct zien dat er dingen stuk gaan. En bovendien, op het moment dat er een instance echt stuk gaat, een VM echt stuk gaat, dan gaan ze een pods ook. Dus die pods gaan dan ergens anders. Maar je kunt, ook, je kunt dat ook via CloudForms. Dat krijg je erbij bij OpenShift, bij OCP, de enterprise. Okay. Persistent storage, zoals in SQL van de net, hoe wordt dat opgeslagen? Dat kan op verschillende manieren. We kunnen interfacen met een. Ja, dan ga ik even uit van de vraag om OpenShift. Hè, want voor de CDK is dat denk ik net even iets minder spannend. Want dat is allemaal op je laptopje en dat staat gewoon op een diskje. Voor OpenShift zelf kunnen we interfacen met een hele hoop storage producten. Dat kan met je lokale NAS zijn of weet ik het allemaal. Wat heel veel klanten op dit moment doen, is iets gebruiken dat noemen we container native storage. En dat is eigenlijk een container image wat je installeert op al je RHEL-nodes die onder OpenShift draaien. En alle disks van die machine aanbieden aan een centrale clusterpool. En daar haal je dan je storage uit. En dat maakt het meteen highly available en... hoe zeg je dat? Okay. Steeds vol. De antwoord op de vraag, sorry. Eén vraag nog. Ik zie ook al van die antieke IP-adressen. Doe je dat wat met IPv6 hier? Nou, hier niet. Ik wil geen IPv4 meer in mijn data zetten. Wauw, dat is heel progressief. Dat is een goede vraag. Ik weet dat er aan gewerkt wordt. Ik weet niet wat de staatsstarten is. Ik vind het wel een goede vraag, dat is wel een ding waard zo meteen. Maar dan moeten we even denk ik, naar de hand contact afleggen. Dat durf ik je eerlijk gezegd op dit moment niet te vertellen wat de staatsstarten is. Heel eerlijk zeggen dat ik ook niet weet hoeveel mensen er daadwerkelijk hun datacenter aan het vrijmaken zijn naar IPv4. Maar het is wel een ding waar we voor al onze producten mee bezig zijn. Ik weet alleen niet precies de status van OpenShift. Laatste vraag. Yes. De laatste. Ja. Drumroll. Ik heb nog een vraagje over de sheet met CV's. Ja. Hebben jullie ook nog integratie met AlphaScale? Ja, dat hebben wij zeker. Even moment. Wat we doen vanuit CloudForms is alle images die op OpenShift staan met enige tussenpauze scannen. En dat doen we op basis van OpenScale. Dus we houden inderdaad in de gaten wat zit er in al je container images en kunnen vervolgens ook vertellen, hey, we weten dat er in deze container iets niet in de haak is, of er een CVE in of er is iets niet goed geconfigureerd. We kunnen vervolgens ook vertellen, en al deze applicaties die je hebt, zijn dus nu stuk. En dat is fijn informatie om te hebben. Ja, maar dat doen we dus vanuit CloudForms, doen we daar heel veel mee. Ja. Dat was de laatste, begrijp ik. Dus, dat was de laatste vraag. Ik zie hem hartstikke bedankt. Een minuut of vier om van zaal te wisselen, mocht je dat willen. En dan gaan we zo door met de conferentie.